Nou, vandaag gaan we van start met de MRE lichting 2325. En we hebben natuurlijk ontzettend veel zin in om de nieuwe studenten welkom te heten. En het is extra mooi dat zij gaan starten met een vernieuwd curriculum. Wat er onder andere nieuw is, is dat we een programma aan gaan bieden in de MRE wat we al in de MSRE hebben ontwikkeld. Namelijk de Master Challenge. En de reden waarom we dat willen is omdat het gewoon een ontzettend mooi programma is waarbij we de vraagstukken die op het moment in de sector leven, of misschien zelfs kunnen we wel zeggen die breder leven in de maatschappij, nader gaan onderzoeken en met elkaar gaan kijken, ja, hoe kunnen we daarmee omgaan, wat zijn creatieve oplossingen. Het zijn onderwerpen waar de wetenschap ook nog niet altijd over uit is. Dus we gaan in plaats van college geven, eigenlijk in co-creatie met de studenten om op zoek te gaan naar kennis, oplossingen en inzichten over deze problematiek. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als de energietransitie, de duurzame verstedelijking, sustainable investments en allerlei van dat soort thema's. Wat we nu natuurlijk eigenlijk aan het doen zijn, is zorgen dat we het programma up-to-date houden. En daar hoort ook bij dat we meer aandacht besteden aan leiderschap en leiderschapsvaardigheden. Omdat om al die problemen op te lossen, we ook gewoon een creatieve mindset nodig hebben. En eigenlijk een authentieke leiderschapsstijl. En we willen graag dat studenten niet alleen inhoudelijke bagage opdoen tijdens de opleiding. Maar ook een gereedschapskist aan skills waarmee ze zorgen dat ze gewoon klaar zijn om de leider van morgen te worden. En dat zit hem in kleine wijzigingen in het curriculum. Maar dat zit er ook in dat we ervoor hebben gekozen om een andere bestemming voor de slotstudiereis te kiezen. We hebben namelijk, voorheen gingen we namelijk altijd naar New York. En het idee is dat we nu naar Kaapstad gaan met de studenten. Waarmee ze toch in een iets meer out-of-the-box omgeving terechtkomen. Kaapstad, Zuid-Afrika is een maatschappij waar bijvoorbeeld ongelijkheid heel erg bloot ligt, maar waar ook waar ze ook gewoon dagelijks de gevolgen van een energiecrisis merken. En waar wij dus met de studenten heel veel kunnen leren van, goh, hoe ga je nou eigenlijk om met dit soort vraagstukken? En we hopen dat de studenten door even uit de comfortzone te komen ook daar ter plaatse een mooie groei door kunnen maken. En de Boardroom Challenge is, het woord zegt het al, een challenge voor de studenten waarin ze in een cooker pressure setting van 2 dagen een vraagstuk op moeten lossen. Maar het mooiste eigenlijk van de Boardroom Challenge is dat studenten ervaren hoe het is om in een board te zitten en om te gaan met de dynamiek binnen een board. Met verschillende belangen, maar toch uiteindelijk ook een gezamenlijk doel. En hoe kom je dan gezamenlijk tot een oplossing voor een vraagstuk? Terwijl er ook allerlei randzaken spelen waar je ook aandacht aan moet geven. En op deze 2 dagen maken de studenten nog het laatste stukje persoonlijke groei door in hun leiderschapstraject. En nemen ze ook de kennis inhoudelijk van alle vakken met zich mee. En zien ze een nieuwe stip op de horizon en ook misschien de dingen waar ze naar hun opleiding nog aan moeten werken. Ik kan me voorstellen dat het best wel een grote beslissing is om te nemen, want je committeert je toch voor 2 jaar. En dan wil je ook zeker weten dat dit het programma is wat bij je past. Er zijn 3 dingen die je daarvoor kunt doen. Je kunt natuurlijk naar onze open avonden komen. In november staat er weer eentje op de planning. Kijk vooral op de website wanneer dat precies is. En ook gaan we in december een meeloopdag organiseren. Dan kun je bij de huidige eerstejaars aansluiten voor een gedeelte van de collegedag. Om eens te ervaren hoe het nou is om in de collegebanken te zitten. En tegelijkertijd aan wie anders dan het beter te vragen dan de studenten die het doormaken hoe het is. Nou, die mogelijkheid is er op die dag ten voeten uit. Dus een hele mooie kans om daar gebruik van te maken. En tenslotte kun je natuurlijk altijd contact opnemen met onze studieadviseur Lot. Om van gedachten te wisselen wat welke opleiding het best past bij jouw ontwikkelingsbehoeften. En misschien is dat wel de MRE. Dus ik nodig je van harte uit om op een van deze 3 manieren met ons in contact te komen.